Good morning. Goedemorgen. Leuk dat je er bent. Dat vind ik ook. Ik ben heel blij. Met een hele bijzondere club mensen ook. Ja, het zijn twee dingen waar ik hier mee ben. De eerste wat je net hoorde is een nieuw album. Komt eruit. Dat is een ode aan de Citroën SM. Het is muziek die is ontstaan voor een documentaire over die auto. Dat is de auto waar Johan Cruijff ook in rondreed. Ja. Daar kennen de meeste mensen hem van. Ja, die muziek heb ik samen met Alex van Popta helemaal uitgewerkt tot een compleet album. Zullen we anders even kijken naar een heel klein stukje van die auto en hoe de muziek erbij klinkt? Nou, te gek. En dan heb je ook nog Backhouse, maar daar wil ik straks wat meer over weten. Ik ga eigenlijk een beetje terug juist in de tijd. Want je zit 30 jaar in het vak? Ja. Misschien wel langer. Nou, mijn tweelingbroer, die ook eventjes meedeed net. Ja, mensen die dachten, ik zie dubbel. Ja, we spelen nu voor het eerst weer samen sinds dat we, denk ik, 18 waren of zo. Echt? Ja, dat vond ik heel leuk als hij even meedeed. Dus ja, wij speelden al toen we 9 waren, speelden we in een bandje samen. Dus, echt? Maar echt professioneel muzikant, wat dat dan in mogen houden. Want vanaf wanneer tel je? Want stond je niet op je 17e al op het North Sea Jazz Festival? Ja, dat was de eerste keer. Maar de eerste keer op het podium was officiële gig, zeg maar. Was volgens mij toen ik 13 was. Toen ik 3 weken had ik mijn saxofoon en toen stond ik er al op. Laten we even kijken nog naar hoe jij speelde toen je nog jong was. Wat voor muzikant was je toen, als je het zou moeten beschrijven? En wat voor tijd was het? Het is compleet anders. Dit is trouwens Jos Machtel en Joost van Schaik, die ik nog steeds regelmatig zie en waar ik ook nog regelmatig mee speel. Ik zie vooral heel veel in mezelf wat veranderd is natuurlijk. Hoe ik saxofoon speel. Ik kan nu... ik vind het heel leuk om zacht saxofoon te spelen. Naast heel hard. En ik vind het. Ik ben ook bevrijd van allerlei bagage die over de jaren heen. Weet je, als je jong bent, dan heb je allemaal opdrachten in je hoofd van wat er wel en niet goed is. Noem maar eens één. Nou, je voelt je heel erg bekeken als je jong bent. En als je ergens mee uitkomt met een album of je staat op een podium, dan zie je het publiek. En die. Dan denk je van, oh, wat zullen ze van me vinden? En dan. Dat gepeelt allemaal door je hoofd. En dat is ook iets wat ik heel leuk vind aan ouder worden. En dat zie ik bij oudere collega's. Dat gaat op een gegeven moment helemaal weg. Mm. Want dan, die zijn helemaal niet meer bezig. Die zijn zo geconcentreerd op de muziek. Je wordt 50, ik zei het al. En er zijn mensen die ik heb gesproken die dan 50 worden. En die zien het toch een beetje als een soort reflectiemomentje. Die gaan dan nadenken over hun nalatenschap. Er zijn ook mensen die dan ineens een goed doel gaan steunen, omdat ze voelen van, ja, ik wil toch wat terugdoen. Dat is altijd goed. En er zijn mensen die misschien ook wel op een bepaalde manier alvast beginnen aan een soort bucketlist. Hoe sta jij erin? Ik heb het altijd al gedaan op die manier. Ik heb altijd lijstjes gemaakt. Ik heb van die Moleskine boekjes, daar hou ik al 30 jaar bij. En daar maak ik lijstjes in. En elke dag heb ik 10 ideeën voor iets nieuws. En af en toe dan pik ik daar iets uit en dat ga ik dan doen. Dus ik heb eigenlijk niet een bucketlist. Ik heb een ontzettend leuk leven en ik ben getrouwd met een ontzettend leuke vrouw. En wij hebben heel erg naar ons zin. En ik heb allemaal hele leuke vrienden en ik speel met fantastische muzikanten. Als we het hebben over de Benjamin die albums opneemt.
om een beetje een beeld te krijgen van hoe jij in de studio bent. Hoe zou je dat zelf omschrijven? Nou, different methods for different records, zeg ik altijd. Waar we zo mee gaan spelen, Bughouse heet dat project, heet dat album. Dat is met Reinier Baas en met Peter Peskens en Olaf van den Berg. En dat zijn, inclusief mijzelf, dus vier muzikanten die in een studio terechtkwamen. En alle vier zijn we uit onze comfortzone. Ik had eigenlijk geen idee hoe ik dat moest aanpakken, maar ik heb ideeën aangedragen. En we zijn elke keer in plukjes dagen zijn we in de studio gaan zitten en dan echt gaan worstelen met het materiaal. Urenlang totdat we een goede take hadden. Mm. En op naar het volgende liedje en op dezelfde manier daarmee gewerkt. Mm. Dus dat was een heel intensief proces, zonder repetities of niks. Gewoon meteen de studio in en opnemen. Iedereen is op top van zijn concentratie. Mm. Eigenlijk ook met Project S hebben we dat ook gedaan. We hebben nooit niet gerepeteerd van tevoren. Oh. Ook geen partijen of niks. Gewoon de ideeën uitleggen. Jij speelt dat, jij speelt dat, jij speelt dat. En dan ontwikkelen we dat samen tot een soort speelbare vorm. Mm. En van daaruit dan gaat die knop aan. En dan is alle energie is in één keer heel anders. Iemand die daar een belangrijke rol ook in speelt, heeft een hele korte boodschap voor jou. Benjamin Herman, 50 jaar. Met sushi, sake, hard werken en een beetje piekeren maak je echt een goede plaat. Dank je wel dat ik erbij mocht zijn. Wat mij betreft nog 50 jaar en nog zeker 20 platen. Is dat Joeri? Dat is Joeri. Ja, te gek. Een belangrijk persoon. Zeker weten. Joeri Saal, die Bughouse heeft gemixt. Ze komen trouwens op cassettes uit. Ja. Dat moet wel even gezegd worden. Nee, dat moet zeker gezegd worden. Maar Joeri Saal die is van levensbelang voor mij geweest. Hij is technicus bij Studio 150 in Amsterdam. Joeri is, dat is ook iemand die dus... mijn tweelingbroer is regisseur. Die regisseert reclamefilms. Die zegt altijd, het is heel leuk als je een cameraman hebt en je vraagt iets aan hem of hij het op een extreme manier wil filmen. Mm-hmm. En als die persoon te ver gaat erin, dat is heel goed. Mm. In plaats van dat je iemand hebt die zegt van, nou, zoiets misschien. Ja, dan kan het ietsje meer. En misschien zoiets. Ja. En ik vind het heel leuk om met Joeri te werken. Maar die is gelijk van, oké, wil je zoiets? Wil je dat echt? Oké. En dan gaat hij op een knoppen draaien en dan... Wow! Nog even voor mij. Project X, S, dat hebben we net gezien. Heel kort, Bughouse. Wat houdt het in? Ik weet nu wie erin zit. Wat is daar een beetje de... Ja, misschien voor de wat oudere kijkers die in de jaren 80 rondhingen. Er was een saxofonist die opereerde in Amsterdam. Zijn naam was Zero Slingsby. Hij is op zeer jonge leeftijd overleden aan leukemie. En die heb ik, toen ik net op het conservatorium zat, heb ik hem een paar keer in de stad zien optreden met zijn trio. En er hangt ook een groot portret van hem in Gent, in de Dambert. Mm. Een saxofonist. Hij was echt een rebel. Hij pakte die jazz heel anders aan. Mm-hmm. En dat heeft mij altijd bezig gehouden. Het had een link met John Lurie van de Lounge Lizards en James Chance. Die invloeden heb je geprobeerd? Ja, het was gewoon al heel tijd een wens van mij om zoiets te doen. En ik heb het in het verleden ook wel een beetje geprobeerd met verschillende bezettingen. The Itch. Ja, precies. En dat was met Han Benink op drums en Anton Goudsmit en Ernst Glidden. Maar toen ik Olaf van den Berg ontmoette, toen klikte het in één keer. Mm. En Reinier, die kennen jullie ook van dit programma, die is een fantastische gitarist die ontzettend gecompliceerde muziek schrijft en speelt. Mm-hmm. En die vroeg ik erbij en die ging er vol in. Ja, ja, ja. En dat is heel fijn. Ja. Hij doet iets wat hij dus normaal gesproken nooit doet. En Peter Peskens is van Jungle by Night. En die doet dit eigenlijk ook niet
dagelijks. Ja. We gaan naar jullie luisteren. Misschien nog heel kort, want dat is toch wel echt een vaste waarde en een basis voor jou. New Cool Collective. Heel veel mensen kennen jou ook gewoon als leader van die club. In een paar zinnen, hoe belangrijk zijn ze voor jou? Dit is van mijn familie. We zijn 25 jaar bij elkaar dit jaar. Ja, ook nog eens. Ja, en het is echt zo fijn om in een band te zitten die alle fases al doorlopen heeft van waar je onvermijdelijk doorheen gaat als je in een band zit. We gaan naar jullie luisteren. Ja. Wat ga je voor ons spelen? We gaan beginnen met een stuk dat heet The Arrival of the Swift. The Arrival of the Swift. En alles komt uit op cassettebandje. Zo oldschool dat het bijna new school is. Ja, de Bughouse komt uitsluitend uit op cassette voorlopig. Gek. En die andere die worden al digitaal. Gek. We gaan naar jullie luisteren. Dankjewel. BM. Ja, bedankt.